Door corona is er een hogere werkdruk in de zorg, ook voor de huisarts. Wij gaan in gesprek met de Nunense huisarts Cornelissen. Mevrouw Cornelissen, u bent de huisarts hier in Nuenen. U krijgt enorm veel vragen wat betreft corona. Ja, heel veel. Hè? Ja. En wat zoal? Ja, ze zijn heel divers, maar vooral welke vaccinatie krijg ik? Kan ik niet toch een andere krijgen? Wanneer ben ik aan de beurt? Welke bijwerkingen zijn er? Nou ja, dat is een legio vragen. En heeft u daar dan ook een antwoord op? Stelt u de mensen gerust op een bepaalde manier? Ja, nou, op een hoop dingen kunnen we natuurlijk wel antwoord geven. Maar de verwachting van patiënten zijn toch vaak dat wij als huisarts ook heel veel invloed hebben op wanneer dat ze aan de beurt komen of welk vaccin dat ze krijgen. En dat is niet zo. Wij hebben daar als huisarts eigenlijk nauwelijks invloed op. Omdat dat toch echt wel vast ligt in het vaccinatieprogramma vanuit de Rijksoverheid. Gaat op leeftijd, begrijp ik? Gaat op leeftijd, het gaat op risicopatiënten. Dus nu zijn bijvoorbeeld de mensen die een indicatie voor een griepprik hebben, worden nu uitgenodigd om een prik te halen bij de GGD. En wij hebben wel die mensen aangeleverd bij de GGD'en. Wie dan via ons een griepprik zouden krijgen onder de 60. En daar krijgen we dan ook weer vragen over. Waarom zit ik niet bij die groep? Okay. Ja, maar dat zijn redelijk vastgelegde protocollen eigenlijk waar je aan moet voldoen om voor zo'n vaccin in aanmerking te komen. Ja, en dan heb je dan ook nog mensen die zeggen van ja, maar ik wil niet merk A of merk B hebben. Ja, bijvoorbeeld Astra is natuurlijk veel te doen over geweest, hè? De vaccinatie van AstraZeneca. Nu is het zo dat we eigenlijk alleen de mensen van 60 tot en met 64 hebben gevaccineerd met Astra. En de thuiswonende ouderen die zo slecht mobiel zijn dat ze niet naar de GGD konden gaan, die worden door ons gevaccineerd. Dus vanuit de huisartsenpraktijk is eigenlijk alleen het Astra-vaccin beschikbaar. Het Pfizer-vaccin en het Moderna-vaccin en het Janssen-vaccin zijn niet beschikbaar bij de huisartsen. Dat verloopt allemaal via de GGD. En als je een coronabesmetting hebt gehad, heb je dan nog een tweede prik nodig? Dat werd ook vaak aan u gevraagd. Ja, dus het advies van de Gezondheidsraad is als je het afgelopen half jaar corona hebt doorgemaakt, en dat is echt bewezen hè, met een test, dus niet dat je denkt van goh, ik heb me ook even niet lekker gevoeld, ik heb me niet laten testen. Nee, je moet echt een bewezen test hebben dat die positief was, dan hoef je niet per se een tweede prik te laten zetten. Het mag wel, dus als je toch 100% zeker wil zijn, dan mag je wel die tweede halen. Maar er zijn genoeg onderzoeken om te ondersteunen dat één prik voldoende is als je in het afgelopen half jaar corona hebt doorgemaakt. En hoe hangt de vlag er op dit moment bij? He, je hoort op tv van wat minder besmettingen, et cetera, et cetera. Hoe is uw ervaring in de praktijk? Ja, dat zien we hier ook wel terug. Dus dat we gelukkig minder ernstig zieke mensen zien. En dat is toch echt wel het grote voordeel van die vaccinaties, is mijn ervaring. Dus we zagen vooral natuurlijk bij de ouderen en kwetsbaren toch behoorlijk zieke mensen. Die groep is nu bijna allemaal gevaccineerd. En we zien dus ook echt veel minder heftige verlopende infecties op dit moment. En de grootste groep met infecties landelijk is nu de jeugd. De 18 tot 24-jarigen, dat is eigenlijk de groep waar nu de meeste infecties zijn. En wellicht door wat onzorgvuldigheid? Of? Ja, nou goed, die zijn natuurlijk net zoals de rest van de bevolking een beetje klaar met corona. En dat is natuurlijk ook een leeftijdsgroep waar ook andere dingen heel belangrijk zijn. Hè? Die ook heel erg veel behoefte hebben aan sociaal contact. En waar de duur van deze hele lockdown natuurlijk extra hard opbreekt. Hè? Ja, want daar zien we ook veel ellende van in de praktijk, moet ik zeggen hoor. Mensen die gewoon somber zijn. En de psychische klachten. Psychische klachten, ja. Okay. Als gevolg van de lockdown. Ja. En dan moet je ze moed inspreken en geruststellen. En dat is het enige wat u misschien kan doen? Nou, er zijn gelukkig nog wel meer mogelijkheden. Hè. Er zijn ook wat programma's die wij met onze praktijk ondersteunen als GGZ. Okay. Bijvoorbeeld kunnen aanbieden. Hè. Ook allerlei online programma's bijvoorbeeld. Om toch wat te kunnen doen om je stemmingen wat te verbeteren. Hè. Ja. Okay. Dus het is niet zo dat je daar niks mee kan. Nee. Wat wilt u nog tegen de kijker zeggen?
Ja, hou vooral nog even vol, hè, met die basisregels, hoe moeilijk dat ook is. Ja. Onze stellige overtuiging als huisartsen is toch echt dat vaccineren de uitweg uit deze pandemie is. En dat de bijwerkingen, de kans erop, vele malen kleiner zijn als het krijgen van een ernstige vorm van corona. Dus doe het gewoon, pak die prik.